Het Europese cohesiebeleid is het beleid waarmee Europa een slim, duurzaam en sociaal Europa wil creëren, dichter bij de burger, maar eigenlijk een Europa dat dichter bij elkaar is en samen vooruit kan. Er zijn verschillende investeringsprogramma's, investeringsprojecten die de regio's helpen om zichzelf verder te ontwikkelen. Armere regio's kunnen investeringen doen in infrastructuur, in economische basisinfrastructuur. Rijkere regio's investeren meer in innovatie. Ook investeringen in natuurprojecten, omdat onze leefomgeving waarbinnen wij ontwikkelen, blijft natuurlijk heel belangrijk. Het klimaat staat bovenaan de agenda. Samenwerking gebeurt op verschillende manieren. Samenwerking gebeurt langs heen de grenzen om grenseffecten weg te werken. Maar samenwerking gebeurt ook tussen rijkere gebieden en armere gebieden. Om op die manier natuurlijk de voorsprong en de kennis die de rijkere gebieden hebben, om die ook op tijd te delen met die armere gebieden, zodanig dat zij niet altijd het warme water moeten uitgeven. Maar ook binnen België werkt het Europese cohesiebeleid op een gelijkaardige manier. Sterkere regio's krijgen kansen om door te ontwikkelen. Zwakkere regio's krijgen extra om bij te benen. En natuurlijk geldt dat ook in de provincie Antwerpen. De uitdagingen voor een stad als Antwerpen zijn helemaal anders dan die voor de Ruppelstreek of voor de Kempen. En het is net dat maatwerk dat Europa biedt via het cohesiebeleid. Er zijn heel veel verschillende programma's die elke regio de kansen geven om te werken aan de uitdagingen waar zij voor staan. Het provinciebestuur is van heel dichtbij betrokken bij de uitvoering van de Europese programma's. En daar worden wij allemaal beter van. De Europese projecten die we samen realiseren, zorgen voor onder andere extra tewerkstelling, een betere mobiliteit, voor extra natuurontwikkeling, maar ook voor een investering in onderzoek en innovatie. De voorbije 6 jaar investeerde de Europese Unie bijna 100 miljoen euro in onze provincie. Dus voor de ontwikkeling van de streek slaan de provincie en Europa graag de handen in elkaar. Zo geeft de provincie via haar dienst Europa begeleiding en advies aan potentiële indieners, maar we geven ook aanvullende subsidies. En daarnaast zitten we in verschillende werkgroepen en stuurgroepen om aan te geven waar dat in onze regio moet geïnvesteerd worden. Zo kiezen wij ervoor om te investeren in knelpuntsectoren, de bouwsector, de zorgsector, de logistiek. Maar wij stellen ook voor om te investeren in natuurontwikkeling. En daarbovenop vragen wij om te evolueren naar een betere mobiliteit via de aanleg van fietsenstrades.